Yo guys, Job hier, ik ben YouTuber. Super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. In deze nieuwe video gaan wij naar de 50 domste dingen die er ooit zijn gevraagd op internet. Je hebt natuurlijk super veel verschillende soorten websites op internet waar je vragen kunt stellen en waar andere mensen die website dan bezoeken antwoord op kunnen geven. En dat kunnen vragen zijn waar je echt niet zo snel antwoord op weet. Bijvoorbeeld, in welk jaar is die persoon overleden? Of wat is de lievelingskleur geweest van die celebrity? I don't know. Gewoon vragen waar je niet zo snel antwoord op hebt. Maar er zijn ook mensen, en ik wil het nog een beetje zachtjes uitdrukken, die niet zulke hele slimme vragen hebben gesteld. En daar wil ik het eigenlijk vandaag met jullie over gaan hebben. En daar wil ik vandaag naar gaan kijken. Het is je boy, een DutchTuber, back in the building. Doe een like op deze video als jij een baas bent. En als jij nooit zulke soort domme vragen zou gaan vragen op internet als die we vandaag in de video gaan zien. En abonneer binnen 10 seconden op mijn YouTube kanaal als jij een opperbaas bent. Het is je boy DutchTuber en let's go. De allereerste persoon die een hele domme vraag op internet heeft gesteld, dat is de persoon die heeft gevraagd: kun je je maagdelijkheid verliezen door te vallen? Dus die persoon heeft eigenlijk letterlijk gevraagd: kun je ontmaagd worden door te struikelen? Hoe? In welk opzicht vraag je je dat af? Oké, weet je, we gaan er verder niet op in de tweede vraag. Iemand die heeft letterlijk gevraagd op het internet: kun je pijn krijgen aan je ogen als je kijkt naar een foto van de zon? Kun je last krijgen van je ogen als je kijkt naar een foto van de zon? Dat is hetzelfde als je vraagt van: kun je verdrinken als je kijkt naar een foto van een tsunami? Nee, dat kan niet. Dat is toch... Oké, rustig joh. Rustig, DutchTube. You got this. Oké, we gaan door. Vraag nummer 3. Dus hier is het... Oké, hier wil ik het niet over hebben. Dit gaat heel erg ver. We gaan door naar de volgende. Hier zegt iemand: is dit een emoji van een schep of een huilende smiley? Ik snap het niet. Terwijl wij denk ik allemaal wel weten wat dit moet voorstellen. Deze twee rondjes, deze staaf en deze... ja... het is het mannelijke geslachtsdeel, inderdaad. We gaan door naar de volgende. Oké, hier staat iemand: kun je afvallen door over je buik heen te aaien? Iemand heeft dus letterlijk gevraagd: kun je afvallen door over je buik heen te aaien? Ik weet echt niet wat ik hiervan moet denken. Zijn deze mensen... is er serieus iemand op deze aarde die zich afvraagt of je kunt afvallen door over je... nee, je valt niet af als je over je buik heen aait, oké? Hier is... oh my god, hier vraagt iemand: wat das fall 2010 mean? Dus hij vraagt letterlijk: wat betekent herfst 2010? Dat betekent letterlijk de herfst van 2010. Are you freaking stupid, man? Holy moly. Volgende. Hier zegt iemand: help, ik kan mijn moeders BH niet uitkrijgen en ze is over 5 minuten thuis. Wat moet ik doen? Oké, dus laat me eerst vraag 1 stellen voordat ik hier verder op inga. Deze guy heeft de BH van zijn moeder aangetrokken. Hij wilt weten hoe hij hem uitdoet omdat zijn moeder binnen 5 minuten... Ik vraag eerst dit af. Waarom draagt een jongen een BH van zijn moeder? Dat is het eerste wat ik afvraag. En 2, als zijn moeder binnen 5 minuten thuis komt, waarom zet hij het dan op internet? Ik denk niet dat iemand binnen 5 minuten gaat reageren. Maakt verder niet uit. Gaan door naar de volgende. Oké. Hier vraagt een vrouw: kan ik te weten komen aan de scheten? Kan ik ruiken aan de scheten van mijn man? Of mijn man is vreemd gegaan? Kan je ruiken aan de scheten van een persoon of die persoon is... nee. Nee, dat kun je niet ruiken aan de scheten van de persoon. Dus ik ben geen Albert Einstein, oké? Ik ben ook niet de slimste man op aarde. Ik ben ook maar gewoon een 18-jarige jongen die video's maakt op het internet. En daar op een of andere manier schijnbaar goed in is. Want jullie vinden het leuk om naar te kijken. Maar dat terzijde, ik denk niet dat je erachter kunt komen of een persoon is vreemd gegaan door aan zijn scheten te ruiken. Just saying. Volgende. Oké, ik ben benieuwd. Hier vraagt iemand of mensen die klein zijn in de nacht kunnen zien. Of dwergen night vision hebben. Nee, dwergen hebben geen night vision. Dwergen zijn gewoon kleiner dan de gemiddelde mens. Heeft niks met night vision te maken. Oké. What if the girl that thinks I am the dead... wat? Ik snap deze niet eens. Moet je nagaan. Deze is geloof ik zo dom dat ik hem niet eens snap. Maakt verder niet uit. Hier staat: hoeveel calorieën zitten er in een snotje? Dus deze guy die heeft waarschijnlijk in zijn neus zitten vrij. Die heeft een snotje eruit gekregen. En die dacht: hey, die wil ik opeten. Maar hoeveel calorieën zitten daarin? En dat heeft hij dus letterlijk gevraagd op internet. Oké. Dus deze guy die vraagt letterlijk op internet: hoe kan ik mijn vrouw ervan overtuigen dat voor onze schoonmaakster, die heel erg aantrekkelijk is,
tussen ons in moet gaan liggen in de nacht. Dus deze guy vraagt letterlijk op internet: hey, ik heb een vrouw, maar ik heb ook een schoonmaakster. Ik vind die schoonmaakster heel erg knap en ik wil graag dat die schoonmaakster tussen mij en mijn vrouw inslaapt in de nacht. Alleen mijn vrouw vindt dat niet goed. Hoe kan ik haar overhalen? Kijk, ik denk niet dat jouw vrouw het goed vindt dat jij met een andere vrouw in bed gaat liggen. Ik denk dat het een beetje een onmogelijke missie wordt om je vrouw over te halen om dat wel toe te laten. En als ze dat wel zou toelaten, dan is het niet echt een goede vrouw, oké? Volgende. Ik word echt helemaal psychisch. Wat? Hier vraagt iemand of je in plaats van een condoom de plastic van een komkommer kunt gebruiken tijdens... Ja, oké, volgende. Hier vraagt iemand, is het gooien van jouw eigen haar in de vuilnisbak veilig? Want ze zijn bang dat anders... Deze guy is letterlijk bang dat hij gekloond wordt. Deze guy heeft letterlijk op internet gevraagd: hey, is het veilig als ik mijn haar in de prullenbak gooi? Want ik wil niet gekloond worden. Ik weet niet hoeveel films hij heeft gekeken in zijn leven, maar het zijn er waarschijnlijk te veel geweest. Want als je dit afvraagt... I don't know, volgende. Deze jongen heeft op internet gevraagd: wat is de juiste leeftijd voor mijn hond om hem te vertellen wat seks is? Dus deze guy die wil zijn hond gaan uitleggen. Deze guy die vraagt op internet hoe lang hij moet wachten voordat hij zijn hond mag uitleggen wat seks is. Oké, vragen worden alleen maar erger en dommer. Volgende. Ik ga deze niet eens lezen. Ik wil alleen maar dingen lezen die ook grappig zijn of oké. Hier vraagt iemand: is er een manier om een zeemeermin te komen? Bestaat er een spreuk om een zeemeermin te komen, om een zeemeermin te worden die werkt? Dus deze persoon, deze vrouw, die vraagt letterlijk op internet: hey, bestaat er een spreuk waardoor ik een zeemeermin kan worden? Nee, die bestaat niet, oké. Er is... Oké, volgende. Waarom zou je dit vragen? Deze chick die vraagt: hoe weet je welke kant van mijn chipje zoutiger is? Dus zij heeft een zak chips, zij pakt er een chipje uit en ze vraagt zich af: hoe kan ik erachter komen welke kant van het chipje, welke kant er meer zout bevat? Niet door het op internet te vragen, maar door het te proeven, want elk chipje is anders. Spijt me, ik word een beetje psychisch. Oké, hier vraagt iemand: hoe moet ik mijn aardappel verzorgen? Hoe moet ik mijn aardappelhuisdier verzorgen? Ik ga je iets uitleggen. Dit hier is een speelgoedhond. Oké, en deze speelgoedhond... Hou je mond. Deze speelgoedhond... Moet je stil zijn. Deze speelgoedhond... We hadden iemand over afgesproken dat jij in de... Luister, ik wil... Luister, ik ga nu even stoppen met de video, maar ik word echt heel erg... Luister, als je zo doet, mag je weg. Hier. Ga maar weg. Weg. Helemaal gek van dit beest. Maakt verder niet uit. Ik leg hem weg. Ja, domme vragen dus op internet. Dat spijt me. Volgende. Deze chick die vraagt: hoe kan ik gewicht verliezen zonder te bewegen? Want ik ben allergisch voor de zon. Kijk, er zijn geloof ik legit mensen die allergisch zijn voor de zon. Dus daar ga ik verder geen grapjes over maken. Maar je kunt geen gewicht verliezen door niet te bewegen. Tenzij je wilt overgeven als een of andere... Maakt niet uit. Oké. Deze man die vraagt: hoe kan ik op de school komen waar Harry Potter is gefilmd? Hoe kan ik op een toverschool komen, vraagt hij dus eigenlijk. Niet. Dat kan niet. Je moet gewoon naar een normale opleiding of college gaan. Niet naar... Oké, maakt niet uit. Volgende. Deze man die vraagt: is het oké om mijn hoofdtelefoon, dat is dus zoiets, om die te koken? Kijk, weet je, ik ga niet eens een hele stukje erbij lezen. Ik vraag me gewoon één ding af. Waarom zou je jouw hoofdtelefoon willen koken? Waarom doe je hem niet op om gewoon muziek te luisteren waarvoor die gemaakt is? Volgende. Oké, ga deze niet eens lezen. Maakt niet uit. Volgende. Is het raar dat mijn hond het leuk vindt om mij te zien plassen? Is het raar dat mijn hond het leuk vindt om mij te zien plassen? Dat is iemand... Waarom vraagt hij dat op internet? Maakt niet uit. Volgende. Ik werd gebeten door een schildpad toen ik jong was. Kan ik nu nog steeds sinaasappelsap drinken? Waarom vraag je je dat... Waarom zou het... Ik ga het niet eens... Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Oké. Deze guy zegt... Hoe span ik Jezus? Dus deze guy denkt letterlijk dat hij Jezus even kan oproepen. Oké, maakt niet uit. Alsof het Minecraft is. Zo van je spant de koe, hij wil Jezus spannen. Deze guy die vraagt waarom zijn ballen, dus zeg maar zijn ballen onder zijn piemel, waarom die naar ham ruiken. Ik heb dan twee vragen. 1. Waarom ruik je aan je ballen? En 2. Waarom zou je dat op internet zetten? Gekke Kevin. Volgende. Deze guy die vraagt hoe je spaghetti sliert uit je onderbroek krijgt. Deze guy die vraagt op internet hoe je spaghetti... Waarom heb jij spaghetti in je onderbroek? Leg mij uit waarom jij spaghetti in je onderbroek hebt en ik geef jou een antwoord. Oh my god. Is er een manier om 2 plus 2 5 te maken?
Nee. Dat is hetzelfde als ik nu ga vragen. Hey, is er een manier om de aarde plat te maken in plaats van rond? Nee. Dat is tegen de natuurwetten. Nee. Oké. Okay. Holy moly. Oké. Okay. Wat? Deze guy zegt... Mijn broertje heeft nog niet zijn eerste ongesteldheid gekregen. En hij is 17. Maar man, dan wordt het niet ongesteld... Weet je dat ik gewoon zo ongelooflijk teleurgesteld ben in de mensen dat ik geen zin meer heb in deze video? Echt waar. Als mensen dit echt menen, dan weet ik ook niet meer wat ik moet doen. Deze chick die vraagt, hoe stel ik een vraag op het internet? Terwijl ze hier letterlijk een vraag heeft achtergelaten op het internet. Wat is het voor slechte troll? Deze guy die vraagt, hoe doe ik mijn caps lock uit? Alles geschreven in caps lock. Ik weet het ook niet meer. Oh, ik wil het niet eens weten, ik heb het over ongesteldheid. Deze guy vraagt, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn computermonitor een spiegel wordt? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn computer in een spiegel verandert? Dat is hetzelfde als ik vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn fidget spinner in een... Oh, oké, okay, in een pen verandert. Dat kan dus schijnen, maar dat maakt verder niet uit. Oké, okay, dat was echt totaal heel slecht. Dat was totaal geen magische druk, ik weet het. Deze guy die vraagt, hoeveel mondwater heb je nodig om dronken te worden? Mondwater is zeg maar Listerine, dat spul wat je in je mond doet om lekker fris te ruiken. En deze guy vraagt, hoeveel je daarvan moet drinken voordat je dronken bent? Niet! Je moet geen Listerine drinken, geen mondwater drinken, dan ga je dood. Dat is hetzelfde als dat ik nu vraag, hey, hoeveel tandpasta moet ik eten voordat ik een frisse adem krijg? Als je tandpasta eet, ga je ook dood, oké? Okay? Doe dat soort dingen niet en vraag dat soort dingen niet op internet. Ik ben er klaar mee. Ik heb genoeg gezien van de mensheid. Ik vond het een leuke video om te maken. Laat ik dat voorop stellen. Ik vond het grappig om dit te doen. Vond jij het nou een leuke video om naar te kijken? Zou jij dit soort domme vragen nooit stellen? Abonneer dan even op mijn YouTube kanaal. En doe dan even een blauw duimpje omhoog. Het was je boy Dutchtuber. Dikke vette shout-out aan jullie allemaal. Dit was ongelooflijk droog. En tot de volgende keer. Adios.